Ik ben voor van alles uitgemaakt. Voor moordenaar, bedreigd, politie gebeld, verzinnen maar. Je maakt allemaal mee als je geweer bij hebt. Is, ja, dat is voor mij gewoon controle eigenlijk. Besef van je eigen kunnen. Er zijn gewoon een aantal dingen die erbij komen kijken. Als je gaat schieten, dat zijn zenuwen, dat zijn weersomstandigheden. Maar of dat jouw geweer zo schiet als het moet schieten, dat valt van tevoren gewoon te controleren. En daarom ga ik naar een schietbaan. Er wordt geladen met maximaal 3 patronen per keer. Als ik roep stop, 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 dan is het direct ontladen. Wapen in de veilige richting, richting het doek. En we gaan eens kijken of het allemaal gaat lukken. Wat zeg je? Als je stil is net, dan schiet je toch 1 keer als je niet te veel wil schieten. Oh, dat mag je. Omdat ik zelf altijd ging jagen, ging gewoon altijd mee. En vond het altijd mooi. Ik denk dat het nu heel ernstig zijn leven bepaalt. Je had hem. Ja. Eigenlijk had je midden had je hem er al lang op zitten. Durven schieten. Nou, dat durft hij niet lekker. Jawel, nee, maar... Nee, je bent hier aan het trainen om te... Je bent hier aan het trainen en dan... En dan heeft hij hem al erop zitten. En dan hapert hij en dan gaat hij door en dan gaat hij aan zijn wapen trekken. Terwijl je hem al 2 keer erop heeft zitten. Juist. Keurig geschoten. Ik denk dat ik 8 was of zo, 7 of 8. En toen onweerde het heel hard, dat was die avond. Hij zat op heel laag hoog zitje. En pap vond dat we wel konden blijven zitten. En het regende echt pijpen stelen. Ik moest plassen, moest je altijd in de deuropening moest je plassen. En ik zat te plassen. Toen werd ik 1 keer zo aan mijn jas zo naar binnen getrokken. En er stond een Reebok. En er stond helemaal bovenaan, tussen de bomen. En toen ging pap schieten. Mocht ik zelf kiezen of ik dan keek of niet. Dan moest ik van mijn oren dicht houden. Dus ik zat mijn oren dicht zo net over het randje heen te kijken. En toen schoot hij. Het heeft wel indruk gemaakt. Want ik weet nog alsof het gisteren was. De gewijds die hier hangen, dat zijn geen trofeeën van mij. Het zijn herinneringen. Het is voor mij om nog even stil te staan bij wat jij gaat doen bent. Dit zijn mijn... Eerste vos, das en eerste ree. Eland was ik bij. Dat is moeflon, daar was ik bij, van pap. En mijn eigen moeflon. Ja, dit was in Zweden toen ik 11 jaar was. En normaal bewaar je ook niet schedels van vrouwelijke reeën. Maar omdat het mijn eerste ree was, wou ik die persje bewaren. Niemand wou dat ding ook afkoken. Ik vond het een beetje onnodig. Uiteindelijk wel gedaan. En ik heb hem nog steeds, of 14 jaar oud. Ik voel dat. Hij heeft samen met pap afgesproken dat ik mijn eigen hoekje heb hier. Om niet alles door elkaar hangen. Dat is een mannelijk wild zwijn. Die heeft dus... Best een goed slachtand als die ouder wordt, Ivo. Die zijn dus ook best gevaarlijk voor honden. Ja, want als dit jou aanvalt, dan zijn deze hoog 100 kilo. Ja, als er 100 kilo kracht achter zit, dan... En even zo kwaad willen, dan heb je er een verkeerde aan. En dat is de hulswaar, of in ieder geval van de patroon waar ik hem mee geschoten heb. En van die heb ik ook nog het vel laten looien. Dat is voor Hugo wel eens geweest. Ik zal het nooit vergeten. Je kan ook nog zien waar hij geschoten is. Dat hebben ze uiteindelijk dichtgemaakt met een tangerijp. Dus precies achter de voorpoot.
zo'n grootsvarken dat ik ooit heb geschoten. Dat was ook mijn eerste varken trouwens. Dus dat is moet je geluk hebben. Mils bonspek. Nog één. Vanaf een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsopgang. Als je die twee uur meemaakt, dan zie je gewoon het ontwaken van de wereld eigenlijk. De vogels die beginnen te fluiten en te vliegen. Alles gaat op zoek naar eten en het is gewoon weer een nieuwe dag. Voor mij betekent het kijken of dat de populatie toelaat dat je iets van de natuur kan ontnemen of kan oogsten. En daar dan uiteindelijk een stukje vlees aan overhouden. Dat is jagen voor mij. Maar daar horen we alle processen bij. En dat is natuur onderhouden, het jagen zelf, dus met geweer op pad, maar ook de tellingen. Als je een dier hebt geschoten, dan hoort het ontwijden bij, het slachten, het koken. Al die processen bij elkaar, dat maakt voor mij jagen. Lopen ze. Kijk, de heel achter daar zie je ze lopen. Twee stuks. Kijk, dus rond deze tijd dan komen ze echt de vlakte op. Elk jaar geeft op wat hij aan reewild in zijn veld heeft. En daarnaast doe je die tellingen en aan de hand van die twee gegevens gaan ze het afschot bepalen wat je dat jaar erop moet doen. Normaal geef je aan op de kaart waar je wat gezien hebt. En dan kunnen ze heel snel zien of dat de buren die aan dit telgebied grens stellen zijn, zie je niet ook reeën op de grens. En de dubbeltellingen eruit halen, zodat je niet veel meer reeën opgeeft als dat daadwerkelijk zit. Hier op de achterhoek missen er vier. Drie of vier. En dan hebben ze het bezaamd gezien. Ja, want het wordt per jacht uit. Ja, maar dat wordt met natuurmoord natuurlijk lastig. Nee, dat is één jacht van, dat is niet. Dan is dat gewoon ook 3-0. Ja, dan moeten we daar gewoon over verdelen. Dan kunnen we een goed afstandplan maken. En anders werkt dat niet. Mensen moeten zien dat je als jonge jager net zoveel passie hebt als dat zij in al die jaren hebben gehad. Maar op het moment dat je laat zien dat je echt hard voor de jacht hebt, dan schakelen ze vaak ook wel snel om.
Ja, en zo ging hij altijd op pad als hij klein was. Ja, ik vind het altijd echt als iemand, als een buitenmens. Soldaatje spelen, wandelen, vissen. Maar het is al van jongs af aan dat ze altijd, dat Koen en Alex naar Duitsland gingen. Dus wij gingen eigenlijk altijd gewoon mee. Ja, dat heeft hij van mij, is toch wel inderdaad die echte passie voor de natuur. Gewoon buiten, dat is, binnen is alleen maar eigenlijk een soort schuilplaats. En buiten is waar het leven is. Dat heeft hij wel van mij, denk ik. Kom maar. Ja, goed zo. Hè, ontzettende jachthond dat je rondloopt. Ja. Wij delen iets zeg maar, van wat in allebei ons leven zo'n belangrijke positie heeft ingenomen. Met die, je bent niet even jager. Hè? Het is niet zo van, oh, vanmiddag om 3 uur ga ik jagen en dan word ik jager. Nee, je bent de hele dag jager. Alleen vanmiddag om 3 uur ga ik doen wat ik heel mooi vind. En als je dat dan mag delen met iemand die zo dichtbij staat als een van je kinderen. Ja. Wie wil dat niet? Ik kan het best wel erg vinden om een beest dood te schieten. Dat is die emotie erbij komt kijken. En dat is ook wat ik van mijn vader heb geleerd. Van als die emotie weg is, dan stop met jagen. Want als je dieren meedogenloos dood kan maken, dan, ja, dan gaat er iets mis, denk ik. En de echte emotie komt pas op het moment dat je bij dat beest staat. Dat je ernaast staat. En dan komt vaak dat besef van, ja, ik heb net een dier doodgemaakt. En dan moet je tegenover jezelf kunnen verantwoorden, maar ook tegenover de rest van de wereld waarom je dat hebt gedaan. Ik snap ook wel dat het naar de buitenwereld overkomt dat van kijk maar hier, ik heb dit beest doodgeschoten. Gewoon voor mijn eigen herinneringen. Ja, ik wil het best aan mensen laten zien dat ik iets geschoten heb. Vaak willen mensen daar toch een gezicht bij hebben. Staat erop. Voor mij mag er meer openheid komen. We mogen laten zien wat we doen. We doen niks verkeerd, we doen niks illegaals. Dus waarom zouden we het geheim houden? Maar we proberen eerlijk over te brengen wat we doen. Ik fotografeer heel veel, Koen kookt heel veel. Allee, zo heeft ieder zijn eigen expertise. Ja, dat wordt dan overgebracht dat het niet alleen maar schieten is. Dat is wel schandalig. Ja, die hebben het gekocht toch. Ja. Die zijn ook sinds gisteren 3 volgers omhoog gegaan. Dat kan niet met zoveel likes.
Maar hoe kregen we het omhoog? Dat vraagt me wel af op het moment. Geen mee. Blijven maar hangen, 500, 600 likes. Het is allemaal gemaakt in natuur in Nederland. En die populatie, er zijn ook geen natuurlijke predatoren meer. En nu is dan de wolf gearriveerd, maar in ieder geval niet in zulke mate. Dan denk ik van, waarom zou je niet het wild oogsten uit de natuur en dat je er nog gebruik van kunt maken? Plus dat die populatie gewoon beheerd moet worden. Dus er is niks anders wat dat gaat doen. Ja, tot een kwestie van tijd is tot het verkeer dat massaal gaat doen. Nee, als het eenmaal gewoon schoongemaakt is en het zo alle ingewanden zijn eruit, dan vind ik het dan niet meer zo erg. Maar dan hoef ik niet te zien dat het allemaal eruit blubbelt. Als het eenmaal gewoon schoon is, dan maakt het me niet uit. Dat mag daar een schip tafel. Buiten. Niet hier. Als je toch gaat jagen, dan moet je niet je neus ophalen om iets te slachten of ingewanden eruit te halen. Ik bedoel, als je daarop afknapt, dan vraag me ook af hoe je een dier dood kan schieten. Staat buiten kijf dat wild dat altijd vrij geleefd heeft, een beter leven heeft gehad dan welk dier dan ook. Daarom eet ik ook veel liever wild dan vlees uit de gangbare veehouderij. Vijf keer zo snel, maar ik ben al lang blij dat ik het een beetje onder knie heb. Op het moment dat ik dit niet zou kunnen, zou ik heel storend vinden, want iedereen kan wel het schieten. En daar wil iedereen tijd en moeite in steken en vervolgens willen ze niet leren om te slachten. Het mooiste dat je eigenlijk hebt gezien hoe een beest leeft, dat je nu dus uiteindelijk als resultaat een prachtig stukje vlees hebt. En het ook nog zelf klaar kunnen maken.